Op 9 september is het exact 75 jaar geleden dat Sint-Niklaas werd bevrijd door Britse en Poolse troepen. Vier donkere oorlogsjaren waren voorbij. Om dat in het najaar goed te vieren, lanceert het Stadsarchief van Sint-Niklaas een oproep. Het Stadsarchief is volop bezig met de voorbereiding van verschillende initiatieven vanaf vredefeesten tot november om 75 jaar bevrijding in de kijker te zetten. We zijn op zoek naar nieuw foto- en filmmateriaal om een nieuwe beeldmontage te maken rond 75 jaar bevrijding. En we gaan ook vooral de inbreng van de Poolse bevrijders in de kijker zetten aan de hand van een internationale tentoonstelling, een samenwerking tussen Vlaanderen en Polen. En ook voor die tentoonstelling, onder de titel De Gepantserde Vleugels, de eerste Poolse panzerdivisie, zijn we nog op zoek naar materiaal. Specifiek over Poolse bevrijders die in Sint-Niklaas zijn blijven wonen, na hun heel belangrijke rol die ze in het Waasland gespeeld hebben. Heb je zelf relevant materiaal voor het Stadsarchief, dan kan je het schenken om veilig te bewaren of je kan het uitlenen. Wij gaan geen beslag leggen op dat materiaal, uiteraard niet. Mensen die het aan het archief willen schenken, heel graag. Als je het liever zelf wil bijhouden, dan gaan wij het materiaal digitaliseren. Een winst voor ons, maar ook een winst voor de bruikleengever, zodat hij het materiaal in digitale vorm kan hebben. Dat geldt zowel voor filmmateriaal, ook voor fotomateriaal. Na 75 jaar staan we misschien versteld welk rijk beeldmateriaal er nog bij mensen thuis ligt. Mensen denken, oh, dat is niet interessant, ik moet daar niet mee naar buiten komen. Maar vergis je niet, het is eigenlijk de moment om nog unieke beelden van de bevrijding toe te voegen aan projecten waar het archief mee bezig is. Dus aarzel niet om dat materiaal eens boven te halen, aan ons te tonen. En zoals we indertijd voor de Eerste Wereldoorlog hebben gedaan met het platform 1418, zouden we nu met het project over de bevrijding ook nog heel wat waardevol, onbekend beeldmateriaal aan de bevolking kunnen tonen dankzij uw bijdrage. Heb je zelf foto's, beelden of documenten rond de bevrijding of rond de Poolse troepen? Aarzel dan niet om het Stadsarchief te contacteren via onderstaande gegevens.